aan. Tom van Hieft, zijn jullie tevreden met een punt? Goh, niet echt, denk ik. Ik denk dat we kans geschat hebben ook om op voorsprong te komen. Jij, hè? Ja, inderdaad. Ja. Anderzijds, op het einde komen we een paar keer goed weg ook. Dus het was een wedstrijd die uiteindelijk beide kanten op kon. Maar ja, met een punt schiet je niet zoveel op, natuurlijk. We gaan even kijken naar jouw kans trouwens. Dat was een aardige mogelijkheid. Kun je zelf even vertellen hoe jij het beleefd hebt? Ja, die voorzet komt en hij komt op mijn hoofd. Maar ik denk dat de bal, mijn kopbal niet ver genoeg in de hoek zit. Ik denk dat de keeper heeft nog net de tijd om hem te pakken. Hij moest meer in de hoek en dan kan hij volgens mij niet binnen. Kan hem pakken en dan zit hij binnen. Maar ja, het zijn fractie van een seconde. Dus, Ajax vloog hij er wel in. Laatste minuut. Ja, als ik hem nu zie, is het midden van de goal. Dus de keeper staat daar, hij moet iets meer in de hoek zitten en dan is hij volgens mij niet te pakken. Hoe lastig voetbal is het als je met regelmaat een nieuwe speler op de training mag verwelkomen? Spits is natuurlijk belangrijk voor een elftal. Je had vandaag een nieuwe jongen daar staan, Simon Church. Hoe is die afstemming nu? Ja, ik denk dat we er van de week hard op getraind hebben. En, ik denk dat de jongen wel kwaliteiten hebt. Dat hebben we gezien direct op training. Hij kan een bal vasthouden. Op training scoorde hij ook regelmatig en makkelijk. Dus gaandeweg zal dat wel lukken, denk ik. Dat is nog niet helemaal 100%, hadden wij het idee. Ja, pas op. Maar ik denk dat je de arbeid dat hij verricht niet mag onderschatten. Dus, ik denk dat er de komende weken die automatisme alleen maar beter zullen lopen. En hoe sneller dat hij scoort, hoe sneller dat hij ook vertrouwen echt 100% zal hebben. En dan zal hij van belangrijke waarde zijn voor ons, denk ik. Ben je de aanvoerder? Misschien overleg je ook wel eens wat met het bestuur. Je hebt nog 4 dagen in de transferperiode. Blijft het nu rustig op het trainingsveld of komen er nog meer? Oh, dat is geen vraag voor mij, denk ik. Dat moet er bij anderen zijn, maar we zien het wel. We wachten af. Je hebt er de laatste 12 maanden wel een heleboel voorbij zien komen. Ja, inderdaad. Het is een beetje komen en gaan geweest, maar ik denk dat er nu... Dat de bedoeling is dat er stabiliteit komt. En er zijn veel jongens weggegaan, dus er moesten ook nieuwe komen. En dan is het normaal dat er nieuwe jongens tussen zitten. Dus dat is een voetballerij, denk ik. Succes. Dankjewel. Merci. We gaan hier even afsluiten. Zometeen nog.